Dan, sinds vandaag is er een nieuwe lijst van Europe's Most Wanted Fugitives. En wij gaan het nu hebben over deze man. Dat is Tom Michielsen. Het is een Belg, maar is door de Amsterdamse rechtbank bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het afleveren van cocaïne en heroïne en met name Nederland en België, witwassen en het voorhanden hebben van munitie. En meneer Aling, u zoekt hem ook nog voor iets anders. Klopt, hij wordt internationaal gesignaleerd. Dus daar staat hij voor, in ieder geval voor een onderzoek Taxis, wat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag wordt geleid. Taxis, wat is het precies voor een onderzoek? Gaat naar voor een criminele organisatie. Onderzoek naar de, met een belangrijke persoon. Daarna een Haagse Piet S. Daar hebben we het dan over. Dat is zeg maar de hoofdverdachte. Zou zich bezig hebben gehouden met georganiseerde criminaliteit en dan met name cocaïnesmokkel. Vanuit Zuid-Amerika naar Europa dus gesmokkeld. En hij heeft hier een belangrijke rol in gehad. Maar waar is deze Tom Michielsen? Michielsen is op de vlucht geslagen. Hij moet nog 1350 dagen de cel in. Er zijn aanwijzingen dat Michielsen zich in Spanje bevindt of daar langere tijd is geweest. Mogelijk in de omgeving van Marbella, Valencia of Alicante. Daarnaast heeft hij contacten in de omgeving van Den Haag. Gezocht in verband met internationale drugshandel. Tom Richard Diane Michielsen. Hij is 45, 1,80 meter, heeft een mager postuur en blauwe ogen. Deze politiefoto van Tom Richard Diane Michielsen is uit 2015. Hij kan nu dus een andere haardracht hebben. Misschien is hij kaal. Focus meer op dingen die je lastiger kunt veranderen, zoals zijn dunne, smalle lippen. Hij zou zich schuil kunnen houden onder een valse naam. Als u weet waar hij is, bel dan nu meteen 0860-70, maar als u hem ziet, benader hem dan niet zelf. Belt u vanuit het buitenland, dan is er dit nummer voor Nederland 3179 345 9876. Dat staat ook op onze site.